Hallo, ik ben Benjamin Koolstra en ik ben docent op het Hout- en Meubileringscollege in Amsterdam. Ik heb voor het Practoraat Mediawijsheid onderzoek gedaan naar hoe je studenten bewust kunt laten omgaan met hun gedrag op social media. Daarvoor heb ik 5 tips ontwikkeld. Je zult altijd een balans moeten vinden tussen waarschuwen en studenten ruimte bieden om fouten te maken. Als je te veel waarschuwt, is het namelijk ook een soort van uitnodiging om bepaald gedrag te laten zien. Tip 1. Laat jongeren nadenken over hoe hun online gedrag bij kan dragen aan hun professionele reputatie. Want werkgevers bekijken profielen van hun potentiële werknemers. Tip 2. Confronteer studenten met wat je over ze kan vinden bij hun online gedrag en vraag of hun doelen en waarden daarbij past. Tip 3. Laat zien hoe hun huidige gedrag in verband staat met hun toekomstige doelen en ambities. Tip 4. Laat studenten zien hoe ze hun privacyinstellingen kunnen gebruiken en laat studenten kennis maken met netiketten. Tot slot, tip 5. Geef jongeren ook ruimte om fouten te maken en dat laat ze nadenken over de gevolgen op lange termijn van hun gedrag op social media.